Goedendag. Afgelopen avond en nacht trokken nog enkele winterse buien over delen van Nederland. Onder andere op de Veluwe en in het noorden van Nederland werd het lokaal toch nog even wit door enkele sneeuwbuien die overtrokken. Op heel veel andere plekken hadden we echter niet met die sneeuwbuien te maken, maar het vroor wel op grote schaal. En het zou dus zomaar kunnen dat we komend weekend de eerste marathon op natuurijs gaan zien in Winterswijk. Ze hebben daar een speciaal geprepareerde baan waar ze dan uh, ijsplaten vormen. Op dit moment ligt er zo'n 7 à 8 mm en er is 30 mm ijs nodig om veilig die marathon van start te laten gaan. Waarschijnlijk is dit dat de komend weekend wel in, want de weersverwachtingen zien er nog positief uit. Afgelopen nacht was het dus ook erg koud. Op grote schaal hadden we te maken met lichte vorst. In het noorden zelfs de eerste matige vorst van dit seizoen. En op komende nachten gaat het dus regelmatig licht tot matig vriezen. Hoe ziet dat er dan in het Duitse weermodel uit, het ICON weermodel nog steeds hebben we te maken met die oostelijke stroming... waardoor die koude lucht ook Nederland kan bereiken. Lage drukgebieden blijven ten zuiden van ons langstrekken, Maar in de loop van het weekend zien we toch dat die lage drukgebieden weer iets dichterbij komen. Zondag passeert dan ook een storing. En daar zou mogelijk ook wat winterse neerslag op kunnen zitten. Dat zien we in dit Duitse weermodel. Het Europees weermodel, ja, daar is die storing toch wat minder in aanwezig. Dus er is nog enige onzekerheid in komende zondag, maar wel iets om in de gaten te houden. In de loop van volgende week, al komen de lage drukgebieden echt wel dichterbij, dan gaat het waarschijnlijk ook weer wat zachter worden in de loop van volgende week. Maar voordat het zover is, hebben we dus nog wel even met dat koude winterweer te maken. Dat is ook komende nacht zo. Op grote schaal hebben we weer te maken met lichte of matige vorst. Zeker in het noordoosten van het land kan het wel min 6, misschien lokaal zelfs min 7 graden worden in opklaringen. Elders is het veelal min 2 tot min 4 graden. Verspreid gaan ook weer mistbanken ontstaan en ontstaat er ook lage bewolking. Morgen overdag starten we dan ook weer met die lage bewolking en mistbanken. En ja, dan wordt het echt wel een koude vrijdag. In het binnenland komen we nauwelijks boven het vriespunt uit. Elders is het een graad of 1 à 2 boven nul. Met name de kustregio's blijven daarbij wel gevoelig voor een enkele winterse bui en de wind is slechts zwak uit noordoostelijke richting. Ook zaterdag is nog een koude dag met overdag gemiddeld een graad of 2, en in de nacht daarna opnieuw vorst. De dagen daarna dan begint de temperatuur langzaam toch wat te stijgen, omdat die lage drukgebieden wat dichterbij komen. En in de loop van volgende week, dan neemt de kans op storingen ook weer toe, wordt het waarschijnlijk wat wisselvalliger en dan is de kans op echt winterweer toch wel even verkeken. Tot de volgende keer!